Jongens, het is klaar. Dit is nog een Modric. Ik maak geen grapje. Yo mensen, welkom bij een nieuwe video hier op het kanaal Floris. Laat alvast een like achter. En ben jij nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Abonneer zeker op mijn kanaal voor meer video's. Maar het is niet normaal. Het is echt ongelooflijk wat ik nu laatst heb meegemaakt. Ik heb letterlijk 2 Team of the Years achter elkaar gekregen. En ik geloofde er gewoon niks van. Want het was letterlijk de allereerste keer dat ik gewoon de Lightning Round Packs ging openmaken zonder dat ik het opnam. Ik zat in Rotterdam namelijk, ik kon daar niet opnemen. En ik dacht, weet je wat, ik open gewoon die dingen, want ik krijg ze toch snel weer. Ik krijg toch snel weer die Lightning Round Packs. Dus ik dacht, ik open maar ze eventjes. Krijg ik letterlijk de allereerste keer dat ik dus de Lightning Round Pack en het niet opneem, krijg ik 2 Team of the Years. En ik heb het gefilmd met mijn mobiel. En jullie gaan die clips zien, want ik was zo verbaasd. En de clips komen in ieder geval nu in beeld. En daarna ga ik nog even een lekkere draft doen, want ik heb op zich daar best wel zin in. Maar die clips, echt, je ziet ook zelf hoe verbaasd ik ben. Ze komen er nu aan. Jongens, waarom krijg ik Team of the Year Modric als ik niet aan het opnemen ben en gewoon in mijn bank zit? Hoe kan dit nou weer? Wat is dit voor onzin? Dit is niet normaal. Ik ben gewoon eventjes die Lightning Round... hier, dit is gewoon echt... Ik ben nu even die Lightning Round aan het openmaken, want over 1... Oh, never expires. Oh. Over 21 uur dan is er toch een nieuwe en dan pas kan ik weer een video maken. En ik heb nu letterlijk... Hier, ik kan het gewoon laten zien. Ik ga dit filmpje... Ik ga het gewoon een video van maken. My cards. Ik heb nu letterlijk net, terwijl ik dit aan het opnemen ben, deze gepakt. Dezali. En ik ben... Of nou, opnemen ben. Gewoon een beetje op de bank zit. En ik heb Rivaldo gepakt. En dus nu Team of the Year Modric. In letterlijk moet je kijken hoeveel er nog te gaan zijn. Dit is niet normaal. Als ik straks nog iets pack, ik neem het op jongens. Dit is echt gewoon, dit slaat nergens op hier. Wacht, we gaan nog gewoon even grappig even eentje doen. Oké, deze is dan niet zo goed. Als ik er weer eentje pack, ga ik weer filmen met mijn mobiel. Ik zit gewoon rustig op de bank met de iPad. Ik dacht, ja weet je, ik kan ook een keer openmaken als ik... Als ik niet aan het opnemen ben, krijg ik het Team of the Year. Wat is dit jongens, niet normaal. Jongens, het is klaar. Dit is nog een Modric. Ik maak geen grapje. Ik maak hier geen... Wat is hier aan de hand, jongens? Is niet normaal? Ik wil even zwaaien dat jullie zien dat hij die fake is. Wat is dit? Ik heb nu dus gewoon Modric dubbel. Waar kan je dat zien dat je iemand dubbel hebt? Dit is echt gewoon... Ik word hier helemaal gek van. Ik ga hier gewoon een video van maken, hoor. Let op, hè. Nou ja, jullie geloven het wel, denk ik. Ja, ik ga het ook gewoon nog laten zien ook. Ik ben er helemaal klaar mee, ik ga het nog laten zien ook. Dit is niet normaal. Dit is niet normaal, dit is niet normaal, dit is niet normaal, dit is niet normaal, dit is niet normaal. Letterlijk, de allereerste keer dat ik ooit mijn Lightning Round Packs niet opneem, pack ik 2 keer Team of the Year. Hier, ik kan het nu laten zien ook. Wat is dit? Ik wil... Hier, Modric, duplicates. Modric, ja hoor. En hier ben ik eventjes weg. Leave. Niet normaal jongens. En ik ga nu ook gewoon met jullie de laatste openmaken. Want ik vertrouw, ik voel dat ik gewoon weer iets krijg. Oké, dit is allemaal troep. Dit is echt niet normaal. De allereerste keer dat ik niet mijn Lightning Round Pack opneem. Hè? Het is echt niet te geloven. Oké, dit is allemaal echt wel heel erg troep. 2 Team of the Years. Ik schrok gewoon. Ik wist niet wat ik zag. Nou, Fitmas, hoe dat ook heet allemaal. En hier, oké, nou dan, oh, nou wel een uniform walkout. Dat zal dan wel Son of Lewandowski zijn. Oh, dan weet ik het even niet. Thiago Silva. Ja, maar dit is toch niet normaal? Ik vind het echt gewoon heel vreemd. Oh, Marquinhos. Ik vind het gewoon echt heel vreemd. Echt heel vreemd. Ik kan nog even de laatste snel doen. Oh, hier nog een speciaal kaartje. Heel erg vreemd. Dat waren dus de filmpjes. Ja, ik ben zo verbaasd. Ik kreeg zelfs ook nog 2 icons. Het was gewoon echt mijn beste Lightning Round Packs opening ooit, denk ik wel. Alleen heb ik het niet op kunnen nemen. Heel erg jammer, maar op deze manier is het ook wel lachen dat jullie zo'n beeldfragment zien. Ik denk dat jullie het ook wel leuk vinden. Maar wij gaan dus nu een draft doen, dat heb ik net beloofd. We openen eerst even heel snel deze, want die heb ik gekregen van een draft. Misschien zit er wel iets leuks in. Er is een walkout, jongens. Nou, komt dat even mooi uit. Even kijken wat voor kaartje het is. Italië met een walkout. Wat zou het dan zijn? Napoli. Dan is het, ik weet het niet hoor, spits. En het is...
90 rated Insigne. Ik had hem in mijn hoofd, maar ik dacht ik wil hem niet noemen, want straks roep ik weer iets doms. Maar in ieder geval 90 rated, nou daar ben ik zeker blij mee. Deze Lightning Rogue Packs gaan we een andere keer openmaken in een andere video. Ik moet nog even kijken hoe we dat gaan doen. Hey, trouwens, nieuwe kaarten. De EL Team of the... wacht hier. Europa League Team of the Improved Chance. Oké, nou ja, het zal allemaal wel. Wij gaan die in ieder geval niet openmaken deze keer. Dat doen we in een andere video. Wat wij gaan doen, want ik heb de laatste tijd wel heel veel... packs aan het openmaken. We gaan gewoon even een drafje doen. Ik zit nog in divisie 9, maar ik ben wel bijna in divisie... ik zit in divisie 10, maar ik ben wel bijna in divisie 9. Het duurt best wel lang, vind ik, om omhoog te gaan met draft divisies. Maar wij gaan even kijken of we even lekker kunnen winnen. Ik ben heel benieuwd of ik deze draft kan winnen. Het is best wel een tijdje dat ik geen draft gedaan heb. We hebben gelijk een match. En maar op zich ben ik best wel prima. Je ziet ook win-win. Nou, 3 gewonnen, 2 verloren. En die boy heeft er 4 verloren 1 gewonnen. Dus we hebben kans. We hebben kans, jongens. Oké. Dan kiezen wij voor... Oh, hij moet eerst kiezen. Ah, die wou ik eigenlijk ook. Dan kies ik voor... Wat is de opstelling? We hebben... Oh, rechtsback is dit nog maar. Doen we gewoon lekker deze, joh. Weet je wat? Waarom ook niet? Oké, we zitten dus Serie A. Nou, dan zie ik al gelijk iemand van Serie A. 88 graded. Of we willen gewoon skippen. We gaan La Liga. Of we gaan zeg maar... we willen wel Serie A. Want dat is meestal wel een lage rating. Ik denk dat ik gewoon ga switchen en voor Premier League ga. Ik denk dat ik gewoon kies voor Premier League. Dat gaat hij waarschijnlijk ook doen. Maar ik wil toch even gaan switchen voor Premier League. Want ik ben toch altijd wel... Kies ik... Oh, kijk, daar was weer iemand van de Serie A. Toch kies ik wel... Ah, gaat sowieso die ook kiezen, ja. Toch ben ik wel wat comfortabeler bij Premier League. Maar nu doet hij het ook. Wat dus wel weer een beetje een risico kan gaan worden. Nou, ik ben echt eventjes aan het balen dat ik deze ronde mag kiezen. Want het is echt allemaal shit. Laten we dan maar gewoon kiezen voor deze. Frans, misschien kan ik daar nog een keer iets mee met een hybridje natuurlijk. Maar dit is eigenlijk allemaal wel heel erg niet chill. Dat is weer iemand van de Serie A. Ik kan altijd nog teruggaan naar de Serie A. Ja, ik weet het niet. Nou, doen we gewoon maar deze. Het wordt nu echt wel een beetje een rommeltje. Weer Serie A. Ik had moeten blijven, joh. Ik had gewoon moeten blijven. Maar dan kiezen we nu toch wel even deze. Dit is echt een rommeltje. Meestal kies ik gewoon één league en dan blijf ik bij die league. En dan kan ik daarna op de bank... nog een paar hybrids erin knallen. Maar nu is het echt een troep geworden. Of is echt een troep. Dit weer. Ik denk dat ik gewoon maar ga voor... Ja, ik wou net zeggen die. Dan doen we gewoon Mbappé. Want dat is nog Frans. Daar kunnen we misschien nog iets mee. Nou, we moeten echt even onze hybrid skills uit de kast gaan halen. Ja, dit is ook weer het center forward. Hè. Dat scheelt wel. Ik kan een Lacazette. Dat is dan Premier League. En dat gekoppeld met onze andere spits. Dus ik denk dat dat wel een goede keuze is. Dan kiest hij Aubameyang, denk ik. Aubameyang. Even kijken. Ja, daar gaat hij voor. Maar dat hebben we op zich in ieder geval nog een dingetje. En dan kunnen we misschien nog Ligue 1 Serie A. We kunnen gewoon heel veel dingen doen. Oké, hij gaat via de linkerkant. Oh, ik wil heel graag Martial. Ja, die kies hij sowieso. Shit, want die is ook naar... Wat? Hij kiest niet Martial. Kom maar met je... Ja, sowieso. Want die kan ook linken met Mbappé. Dus we hebben een beetje een Franse indruk achtergelaten. En nu, als we deze kunnen... We kunnen weer kiezen, hè. Volgens mij kunnen we weer kiezen. Ja. Oh, dit ziet er heel goed uit, jongens. We hebben nu dus eigenlijk Premier League. Maar wat we hebben gedaan... is we hebben Mbappé erin verwerkt, zeg maar. Zodat we een extra league hebben daarvoor in. En hij gaat ook best wel goed in de verdediging. In de verdediging heeft hij best wel goed. Oh, rechts. Dit had ik niet helemaal gekozen. Hij kiest. Oké, dat is te logisch. Ik denk dat hij Moses kiest. Die wil ik... eigenlijk zelf ook wel. Dan kan ik in principe gaan voor deze. Ja, want Spaans. Al hebben we nu weer een Spaanse uit de Premier League. Daar hebben we nog een nieuwe league erin gegooid. Laten we even naar de bank gaan. Het ziet er op zich prima uit. Ik voel me comfortabel. En wij kunnen deze kiezen, wat heel erg fijn is. Gaan we dan gewoon voor Premier League? Of gaan wij... Nee, we gaan gewoon voor Premier League, hè? Ja, of gaan we gek doen? Nee, we gaan niet gek doen. We pakken lekker Premier League. Ik denk dat hij... die van Juventus neemt, denk ik. Of hij neemt die van La Liga. Ja, La Liga. Oké. Nee, ik denk dat dit allemaal wel goed kon, jongens. Ik denk dat we deze draft te pakken hebben. Vind je het trouwens leuk om een draft te kijken? Laat ook zeker achter in de comments. En oh, dat is wel jammer dat hij nu mag kiezen. Ja, dan hebben we weer geen goede rechtsback. Dan kan ik deze kiezen, maar daar schieten we niet veel mee op. Maar met andere schieten we ook niet veel op. Dus dan pak ik alsnog deze. Ik moet even kijken of ik misschien een centerback op mijn restback positie kan gaan droppen. Dat misschien, want kijk, dan kan ik in principe Smalling kiezen. En dan linkt hij wel. Of ik pas een Frans... Nou, weet je, ik pak gewoon Smalling dan, denk ik. Ja,
pak ik gewoon lekker Smalling. Hier weer een rechtsback. En die is wel Frans. Spaans bedoel ik. Waarom koos ik niet die? Want die linkte dan heel goed met Dani Raba. Ze zie je, soms moet je een beetje minder snelle keuzes gaan maken. Hè? Want het was gewoon een hele goede keuze geweest om die daar neer te zetten. Mag hij eerst kiezen? Ik schat inderdaad dat hij die Premier League boy pakt. Kunnen wij in principe deze? Dan linkt goed met Mbappé. Hebben we niet veel aan. We kunnen ook gaan voor deze. En die is dan Frans. Daar kunnen we een hybridje van maken. We hebben 5 seconden. Snel. Verratti. Oh, ik kies toch Verratti. Toch high-rated. Ik vond het even een lastige keuze. Nu mogen wij kiezen. En dan kies ik natuurlijk Pogba, Frans. Ja, dat is gewoon sowieso het beste. Ja, ik ben een beetje rommelig deze draft. Want ik wil te veel, zeg maar. Ik merk dat het niet allemaal past. Maar op zich, ik denk dat we wel... Ja, ik denk dat we wel voorstaan. Ik denk dat we het ook wel gaan winnen. We hebben wel echt alleen nu nog 80 chemistry. Nou, dit is helemaal troep. Dat maakt me allemaal niet uit. Hoppatee. Kies maar. Zo. Oh, dan kiest hij die ook. Nou, dan doen we deze. Dat boeit allemaal niet. Chill dat hij die mocht kiezen. Want dat was echt een flutkeuze. Dat was gewoon allemaal helemaal niks. Wat? Speelt Ibrahimovic centerback bij die ploeg? Dat vind ik echt heel apart. Maar hier moeten we toch bijna wel voor Messi gaan. Puur door zijn... Ja, die moeten we voor Messi gaan. Puur door die rating. Die kunnen we in die rating... Kunnen we het een beetje omhoog krikken. Dus ik denk dat het wel heel logisch is dat we voor Messi hadden kunnen gaan. We hadden misschien ook Chiellini kunnen doen en nog een hybridje kunnen maken met die Verratti. Maar dan gaan we ook weer te veel... Ja, dan kan de Chiellini met die rechtsback kunnen koppelen. Zo zie je, maar je moet eigenlijk niet te snel kiezen. Maar op zich vond ik dit wel... Oh nee, ik wou ook die rechtsback. Dan kies ik voor Rashford, maar dat heb ik niks aan. Deze boy heb ik misschien wat meer aan. Dan kies ik even deze. Kunnen we misschien toch Premier League gaan doen. Even kijken hoor. Dit is op zich wel mooi en het is Frans. Maar dat heeft wel niet een hele mooie ding. Maar wat zou je anders willen? Ik wil niks anders. Dan kiezen we gewoon lekker deze. Dat is dan denk ik gewoon de beste keuze. Even kijken, wat kiezen onze tegenstander? Ik ga nu eventjes loeren hoor. Ja, het ziet er nog niet zo heel spectaculair uit. Maar mijne ziet er ook nog niet heel spectaculair uit. Dus we kunnen gewoon nog verliezen. En ik weet nog niet, ik heb niet heel goed opgelet. Oeh, deze wil ik denk ik wel graag. Deze Arsenal speler, volgens mij. Want dan hebben we een andere CDM. Dat is een Zwitser. Of wat zouden we anders willen? Anders zouden we... Ja, Sterling, maar dat gaan we sowieso niet gebruiken. Dus doe Anao op rechts midden. Hele tijd als ik kies, denk ik van... Ik had misschien ook iets anders kunnen kiezen. Maar we gaan even zo kijken hoe we eruit kunnen. Of hoe we eruit komen. Dit boeit me in principe niet heel veel. Kan ik die van Roma kiezen? Of niet? Ja, kan ik nog op land gaan bekijken? Oh, please wait for your turn. Oh, nou ja, nu koos ik deze. Want ik wil eigenlijk die Manolas kiezen. Maar hij maakt ook niet heel veel uit. Oké, dan kiezen we de allerlaatste. Please wait for your turn. Hij mag dus kiezen. Wat wordt het, jongens? Even kijken. Bundesliga, Premier League. Ja, ik denk gewoon heel simpel. Want ik zou niet anders weten wat ik zou willen. Boeit niet. Oké, nou dan gaan we nu eventjes heel snel. Nou, natuurlijk niet heel snel. Even kijken. Deze gaan we sowieso wisselen. Bam. Messi kan ik er niet in gooien, denk ik. Smalling voor die. Oeh, we hebben geen left back, merk ik nu. Dan moeten we het maar zo oplossen. Ik denk dat we het namelijk... ook zo moet oplossen met... Wat is dit lelijk, zeg? Oh, dat ziet er helemaal niet goed uit. Wacht. Even kijken. Dit ligt met dit. Dan hebben we CM. Bam. Daro. Dat is ook mooi. Dan. Is dit rood? Ja, dat is rood. Rechts midden daar. Dat is dan... Oh, dat is ook rood. Ja, oké. Rechtsback is niet rood, maar dat... Worden niet echt, denk ik. Is dit ook rood? Is ook rood? Oh nee, jongens. We gaan geen... We hebben dit verloren, denk ik. Wacht, we kunnen in ieder geval... Left back. Ja, dat is dan ook... We hebben nog een minuut. We hebben nog een minuut, in principe. Ja, maar dit is... Jongens, we moeten even nu slim nadenken. Dit gaan we sowieso niet zo doen. Dit kunnen we misschien... Ah, nee, want we hebben niet... Zo, dan linken we 94. Kunnen we dit nog beter maken? Het is een left back. Wat stel ik nu dit? Dan moet ik opeens 88. Nee, dat willen we helemaal niet. Stel ik nu dit? Is 83 heel dom. Ja, jongens. Ik heb verloren, denk ik, deze draft. Of hij moet hem ook niet hoog hebben.
Maar ik zie echt geen mogelijkheid om dit beter te maken. Die centerback staat er ook heel lelijk. Nee, dat is niet hetzelfde. Kan ik die switchen voor hoger? Nee. Kan ik die switchen voor hoger? Ja, dat wel. Nee, dat niet. 94? 88. Oeh, dat deed ik bijna nog even. Ik wou nog even voor de zekerheid. Nee. Oké, nou finish. Oh, wat ben ik bang. Heeft hij de 100 cam? Dat is de vraag. Dit is echt een van mijn slechtere... Oh, gelukkig. Dit is echt een van mijn slechtere drafts sinds tijden. Meestal heb ik een rond de 190 190 draft. We hebben wel 3 leaks, of 4 zelfs. 3 leaks, ja, en hij heeft er... Oh, hij heeft wel heel veel. Oh, nee, ook 3. Nou, hebben we dit toch wel echt nog best wel makkelijk weten te winnen. Maar 183 draft is wel heel erg tegenvallend. Even kijken wat we gekregen hebben voor... Oh, dit. Nou, allemaal prima, jongens. En dan zitten we bijna in divisie 9. Vind je nu draft leuk van mij? Laat zeker achter in de comments. Wat vonden jullie ervan dat ik het perfect had en niet had opgenomen? Ik vond het heel erg balen. Maar ik dacht, weet je, ik doe nu ook even trouwens eventjes gewoon lekker een draftje. Gewoon iets anders dan normaal, jongens. Ik hoop dat je een leuke video ziet. Zien we nog een video. Tot dan, mensen.